Augustus gaat de boeken in als een wat te koele zomermaand. Aan de hand van de 30-daagse weerkaarten gaan we maar eens even kijken of we in september in ieder geval nog een beetje na zomerweer kunnen verwachten. Ja, zoals altijd gaan we dus kijken aan de hand van de berekeningen van het ECMWF Weermodel, het Europese rekencentrum, wat ons de komende 30 dagen in grote lijnen staat te wachten. We beginnen met de weerkaart die aangeeft wat de luchtdrukafwijking ten opzichte van de normaal is in de periode 30 augustus tot 6 september. En opvallend is natuurlijk deze zone waar de luchtdruk duidelijk hoger uitkomt dan gebruikelijk. En dat zien we op dit moment al terug. Ten noorden van Schotland ligt een hoge drukgebied en dat zorgt ervoor dat het in het uiterste westen van Europa droog is, rustig weer, terwijl lage druk boven centraal Europa dit weekend en begin volgende week bij ons nog wel een enkele bui oplevert. En tussen beide luchtdruksystemen in waait bij ons een wind uit noordelijke richting. En dat zorgt dat hoge drukgebied in ieder geval ervoor dat het dus in grote delen van West-Europa de komende dagen droog is. Dit weekend en ook met name maandag en dinsdag valt er bij ons nog wel een bui. Maar in de loop van deze periode lijkt het bij ons overwegend droog te worden. Dat hoge drukgebied krijgt dus nog net wat meer vat op het weer in de Benelux. Buig is het nog wat meer naar het oosten. Ja, en dat zien we ook terug in de staafdiagrammetjes voor de komende 15 dagen. Want de komende dagen is er echt wel een gereden kans op een bui. Maar de neerslaghoeveelheden tot en met maandag-dinsdag zijn echt beperkt. Met name in het westen valt er vrijwel geen meetbare neerslag. In het tweede deel van de week is die neerslagkans in Midden-Nederland zelfs bijzonder klein. En dan zien we in de loop van de 15-daagse periode wel de neerslagstaafjes weer wat oplopen. Maar we blijven onder de 50% en dat is zeker voor een pluim voor Midden-Nederland allesbehalve overtuigend wat betreft regenhoeveelheden. dus kunnen we stellen dat er de komende twee weken over het algemeen niet zo heel veel regen gaat vallen bij ons. Maar tegelijkertijd, met dat hoge drukgebied in de buurt van Schotland en lage druk ten oosten van ons, waait de wind vooral uit het noorden. En dat is in deze tijd van het jaar toch ook niet echt een hele warme hoek. In Scandinavië kan het weer de komende dagen op beschutte plekken al een beetje een winterstintje krijgen: een graadje vorst in de nacht, een keer een sneeuwbui in de hoger gelegen gebieden. En ook in Centraal-Europa is het duidelijk koeler wie weet dat sommige alpentoppen ook wel weer een beetje wit gaan kleuren van winterweer bij ons geen sprake, maar wel gematigde temperaturen tijdens de maandwisseling en de eerste dagen van september. en dus is het nog maar de vraag of we over na weer kunnen spreken. en dat zien we ook terug als we kijken naar de pluimgrafiek. voorlopig temperaturen die zo'n beetje op 20 graden blijven steken. in de loop van de week zijn er wat berekeningen die eens een keer royaal door de 20 graden grens heen gaan. en ja met zonneschijn en en niet al te veel wind, 2-23 graden. mogen we natuurlijk spreken over na zomerweer. En dat zou nog wel eens een keer een paar dagen kunnen lukken als we kijken wat er na 6 september gebeurt, dan zien we dat lage drukgebieden de regie gaan overnemen. ze komen vanaf de Atlantische Oceaan opzetten. dat hoge drukgebied dat schuift via de zuidelijke Noordzee het centrale deel van Europa richting de Zwarte Zee op. en op het moment dat het hoge drukgebied zich wat meer boven bijvoorbeeld Duitsland nestelt, het is waarschijnlijk maar tijdelijk, maar dan zoekt de wind toch bij ons heel eventjes uh, een wat meer oost- of zuidoostelijke richting op. Dan kan die temperatuur kortstondig wat omhoog gaan. Maar ik zei het al, die lage drukgebieden die staan dus echt te trappelen om het weerbeeld in West-Europa te gaan beïnvloeden. Tot en met 10, 12 september zullen ze bij ons nog niet echt doordringen. Maar de week daarna en ook de week daarna, dus de latere fase in september tot en met de 27ste, dan zien we eigenlijk dat in grote delen van West-Europa er wat meer neerslag valt dan normaal. Hoge druk is niet meer aanzet. Het zijn de lage drukgebieden die geleidelijk aan vanuit het westen komen opzetten en ons een wat wisselvallig en iets te koel cool weertype gaan opleveren. Met dus eigenlijk geen kansen meer op de nazomer. Dus waarschijnlijk zo rond 6, 7 september nog eventjes wat weer in Nederland. Maar verder lijkt het erop dat we de septembermaand in ieder geval wat nazomerweer grotendeels kunnen afschrijven als we kijken naar de nieuwste 30-daagse verwachting. Volgende week dinsdag op de website weer een update van deze verwachting en vrijdag komen we weer terug met een videopresentatie. Tot de volgende keer.